En pervogels. Beide ouders grootgebracht. Nou, dat is wel nog leuk. Hier is een knapper. Ja, niet alleen die eentje, ja. Dat gaat ook nog niet. Mijn moeder vindt het wel. Ja. Nee, een jaarvogel. Een gewone jaarvogel. Een gewone. Een gewone. Kijk nou, hij heeft. En dan heeft hij een blauwe. Hij komt even kijken. En, Dat is Thank you.
Ja, dan kan je hem wel op. Klein. Ja, ze moeten hier zitten. Ja, maar even niet gevoeld. Die maken uit een paar dagen in de basis over bij de maken. Dus een paar dagen is het veel gevoelig. Dus is er ook een stap die
Tineke, kom eens. Ik moet even naar buiten komen. Ja, ik ben er pas niet op een stuk geweest. Ja. Hans, zit het over de weg? Ja. Ik heb een pak, ik denk dat die veel gegeten wordt van deze zon. Ja, we kunnen ook contactloos. Dat was wel heel sterk. Ik heb gewoon een kaartje te maken. Ze zijn niet brutaal of zo hoor, die beesten. Het doet wel een beetje pijn in mijn vingers. Maar... ik voel die stok aan mijn vinger. Hallo. Rustig jongens, rustig. Ja, hallo. Oh, ja, die kan je niet eten, lieve. Er zit er één op mijn camera nou. Ja, ik kan wel op eten. Hallo. Auw! Ik ben er inderdaad niet voor dat ik dat doe.
Nee hoor. Welke baas zijn? Ja. Hey, wat doe jij? Deze is de baas, hè? Ja. Hij weet het ook niet. Dat is een beetje. Ja, maar je moet kijken. Ja, deze. Hier, hallo. Ja hoor, lekker schijten, Brianne. Een emmer vis voor de hele zand. Ik dacht van kunnen we altijd een beetje ijs nodig. Blijf dan niet. Ik kom er net als de foto maken van in de water. Hoe moet veel, wat veel moet doen. Hoe kom je hier net op de zijkant? Met de buitenmoord. Kijk, ja, dat is Ja. Heel veel rosé-cactus. Even braai. Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij de voordemonstratie van Vogelpark aan Sauna. Voor de mensen die mij niet zien, ik sta hier links.
is bovenaan bij de hoofd. Maar het mannetje heeft nog een hele mooie oranje nek en een oranje kop. In de vogelwereld is het namelijk ook zo vaak dat de mannen de vrouwen moeten versieren. Die vrouwen versieren. En zo, kan je eigenlijk een koppeltje vormen. Die komen ook van. Aan de grond, maar ook de edelpapegaaien en die zitten wel juist wel lekker hoog in de bok om deze te kunnen vangen. En wat daar dan ook. Bijgekomen. En die kronkelvogel die staan juist hier heel erg onbekend, omdat ze een hele mooie gele kroon op hun kop hebben zitten. Maar nu is het zo bij kraanvogels dat ze vaak een lange snavel hebben. Behalve dus de kronkelvogel, die heeft namelijk een veel kortere snavel. Hij heeft namelijk ook helemaal geen lange snavel nodig, want de kronkelvogel vindt bijna al zijn voedsel op het land, waar hij juist weer op zoek gaat naar granen en zaden. Maar nu is bij Ares wel zo, als ze een partner uitkiezen, dan is dat ook hun partner voor de rest van hun leven. Nu kunnen Ares ook 80 jaar oud worden. Dus het is ontzettend belangrijk dat je wel op zoek gaat naar de juiste partner. Want anders heb je ook echt 80 jaar lang vast aan die verkeerde partner. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Maar de Ares hebben juist weer een hele mooie grote snel gekregen. Voor het openmaken van grote grote aden. Dat betekent van de sopperkieten dat wij de hele kleine gele vogeltjes. Want die hebben nou weer een wat kleinere snavel gekregen voor het openmaken van de kleinere noten en zaden. En aan de sopperkiet hebben zij natuurlijk ook niks voor niks gekregen. Want ze zijn prachtig geel gekleurd, net als een jongen. En op dit moment hebben wij hier in Avifauna ook 3 jonge sopperkieten. Maar het leuke hieraan is dat de ouders eigenlijk zelf leren om de jongen dus mee te laten vliegen in de demonstratie. En ook weer om mee terug te vliegen naar de fière. Daar hebben we eigenlijk helemaal geen werk aan, dus dat is natuurlijk extra fijn. Maar zo kunnen jullie eigenlijk wel heel erg mooi het verschil zien tussen een jonge vogel en een volwassen vogel. Dus mochten jullie straks de grootste fière lopen, dan zou ik zeggen, kijk nog even, blijf dat een beetje bij staan. Want dan kun je dus heel mooi het verschil zien tussen een jonge vogel en een volwassen. En aan koeruiger heeft hij ook eigenlijk niks voor niks gekregen. Want hij leeft vandaag in de buurt van koeien. Maar hij is juist op zoek gaat naar de eerste kerstbediening in de plaats op de collectebus. Zij zouden wel geld hebben voor hun vrienden hier aan de vrouwen, maar ook voor de vogels in de natuur die het erg slecht hebben. En als jullie ook graag een bijdrage zouden willen doen, is het natuurlijk erg fijn. Dit kan in de vorm van muntgeld, maar ook briefgeld. Dat pakken ze allebei zelf heel erg netjes aan. Ik weet niet waarom,
lief schat, dat vindt ze een stuk leuker. Het rolt ze ook heel erg netjes op. Dus dat is dan wel heel erg leuk om te zien. En als je dan een donatie doet van 5 euro of meer, dan krijgt je van een collega die erbij staat ook wel eens een hele mooie pin met een van onze vogels erop. Dus dat is dan wel weer een hele leuke rol. Ja. Sorry, wilt u ze niet aaien alsjeblieft? Ik heb achtergebleven salade. En ik eten denk ik. Hartstikke bedankt. Zo, dat was snel. Ja, dankjewel. Ik heb nog een meentje. Lekker een meentje. Ah, zo doet hij het. Rianne wil wel. Hartstikke bedankt. Ik wil het ook proberen. Jullie hebben het gemist, hij rolde het briefje op. Ja, jij had het brief natuurlijk al opgevangen gegeven. Maar hij rolde het op. Dit moeten wij Gerrit ook aanleren. Iedereen die komt. Ik geld geven. Hier kom je pas straks tegen, hè? Au. Dit zijn ook nachtdieren. Zo zie ik ook geen dieren. Ja, hier. Echt wel. Ik heb gewoon geslapen, kijk nou. Of? Ik moet in mijn camera gaan lopen. Dat is minder erg. Ja, dat is wel een ja. Thank you.
Thank you.
Ik heb het al Daarom willen wij u verzoeken niet te eten, drinken of te roken. We zijn gelijk vrij leuk begonnen. Want we zijn met een kalkoengier begonnen. Nou is dat bij deze gier niet het geval. Hij leeft namelijk in Zuid-Amerika. En in Zuid-Amerika leeft zij boven de dicht beboste gebieden. En wanneer het dicht bebost is, kan jij dus je kadaver of je dode dier niet zien liggen. Dus de wind kan gewoon dwars door zijn neus heen waaien, zonder dat hij daar enig probleem mee heeft. En dat neemt dus allerlei lekkere luchtjes aan hier in de nacht jagen. En hier hebben we dus weer. Nou, dit is zo'n vogel. Die dus inderdaad actief op jacht gaat. Het is een Europese oehoe. En dat is dus een van de grootste uilensoorten die er maar bestaat. Uilen is het zo dat de dames altijd 1/3 groter zijn dan de mannetjes. En dan hoop ik dat jullie niks gehoord hebben toen hij wegvloog. Dit is een Falklandkarakara. Falklandeilanden. En de Falklandeilanden, dat ligt helemaal onder in Zuid-Amerika. En dat is een heel rotsachtig gebied. En wanneer het daar zo enorm rotsachtig is, is het dus lastig om daar aan je eten te komen. Ja, de vogels laten het beide al heel goed zien. Ze kunnen heel goed stenen omdraaien om daar dus prooi te vinden. Onder die stenen willen namelijk nog wel eens wat kleine knaagdieren schuilen. Of wat kleine reptielen. Dan heb je natuurlijk best wel een leuke prooi binnen. Maar je wil af en toe ook nog wel eens wat groter zien bejagen. En als je wat groters wil bejagen, zoals die pauw daar, dan is het dat jij met z'n allen moet samenwerken. Dus onze vogel die daarnet wat lucht eet. Nou, en dit is hem dan. Dit is zo'n gekke vogel die niet alleen maar jaagt, maar ook zelf vruchten eet. Het is een gier. En dat maakt het gelijk heel verwarrend, want gieren komen over het algemeen op kadavers af. Maar dit is een palmgier. En deze jaagt dus zeg maar op palmnoten. Hij kan ze zelf plukken. En dat kan hij zelf omdat hij dus hele sterke klauwen heeft. Het is een van de weinige gierensoorten die dus zo ontwikkeld is dat hij hele sterke klauwen heeft. En daardoor dus zelf zijn palmnoten kan plukken. En dan is dit nog een heel jong dier. Want hij is hartstikke bruin. Volwassen dieren zijn wit met zwart. Maar dit is een koekeboer. En die jaagt, nou, bijvoorbeeld, zoals zijn naam het eigenlijk al laat zien, het is een ijsvogel. En hij jaagt niet alleen op vis. Maar dit is een vogel die het ook heerlijk vindt om achter reptielen aan te gaan of slangen op te eten. Dat is prettig, want dan kan je namelijk die slangen in één keer doorslikken. Het zijn namelijk vogels die niet zo'n fijne scheursnavel hebben zoals karakara's. Ze kunnen niet makkelijk een slang aan stukken scheuren. Wat ik al zei, ik had het al voorspeld, er kwamen nog meer gieren aan. En we hebben 2 verschillende soorten gieren erbij gekregen. Hier vooraan laat hij het al heel mooi zien. Dit is een kapgier. En hij laat al heel mooi zien waar hij goed in is. Deze kapgieren zijn namelijk de opruimers van de natuur. Zo kun je ze wel zien. Ze zijn eigenlijk vrij klein, hebben spitse snavel en kleine poten. En ze moeten vaak opboksen in Afrika, daar waar zij leven. Opboksen tegen die grote gieren. En die zwarte gieren, die zijn wat brutaler. Ze komen voor in hetzelfde gebied als die kalkoengieren.
Dus ook zij kunnen heel goed ruiken. En zij eten eigenlijk gewoon naast een condor, want die kwam daar ook voor. Eten zij eigenlijk gewoon mee. Ze zijn wat brutaler, gaan er gewoon naast zitten, eten gewoon mee. En je zult nog wel eens zien dat zij gaan samenwerken met die kalkoengieren om mee te pesten. Zodat die condor uiteindelijk weggaat. En die kleintjes lekker kunnen eten. En die zwarte wouwen staan erom bekend dat zij ook in een hiërarchie leven. Dus de grootste en de sterkste die mogen als eerste eten. Dus zij hebben ontwikkeld dat zij hun eten in de lucht al op kunnen eten, zodat ze het niet hoeven te delen met de groter of de sterkste. Ik ga jullie laten zien hoe het is als zo'n vogel daadwerkelijk zijn eten in de lucht opvangt en hoe dat dan eruit ziet. Ik zou zeggen, geniet ervan. Steuntje in de rug te geven. Mochten jullie nou willen dat jullie een donatie doet, dan kan dat. Maar even uitleggen hoe we dadelijk handig hier de tribune weer kunnen verlaten. En dat is dat de eerste drie rijen van bovenaf, die mogen ook via de bovenste route dadelijk weer de tribune verlaten en op die manier richting Pecunia lopen. Wel beter. Ik vind die daar. Hallo. Hallo. Dankjewel. Alsjeblieft. Geef voor jou ook een mooie pin. Ja. Alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Ja, hij is heel snel. Ja.